strafproces voor onbepaald tijd stopgezet. Gebeden tijdens dienst in de kathedrale Basiliek. En Obama doet aan kitesurfen. Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van het 10 minuten Jeugdjournaal. Het 8 december strafproces is verdaagd. Dat betekent dat het voor een onbepaald tijd is stopgezet. Het Openbaar Ministerie is er niet mee eens dat het proces doorgaat en wil dat een andere rechtbank hier een uitspraak over doet. We openen de terechtzetting van de Krijgsraad van 9 februari. Het publiek mag raad zijn, we kunnen de camera's ophouden, we zitten al binnen. De zitting van de Krijgsraad duurde vandaag niet langer dan een half uur. De president van de Krijgsraad wil een beslissing van een hogere rechtbank, het Hof van Justitie, afwachten. Zij moet antwoord geven op de vraag of deze rechtszaak nu wel of niet door mag gaan. De schorsing van vandaag betekent dat er in tijd weer een oponthoud is. Ik verwacht eigenlijk niet een al te lang oponthoud. Inhoudelijk is er wat mij betreft niets aan de hand. En ja, dan zal het betekenen dat straks het zal blijken. En dan gaat de zaak dan weer gewoon verder. Vandaag zou eigenlijk het requisitoor moeten beginnen. Dat betekent dat de auditeur militair moet vertellen of iemand wel of niet schuldig is en of hij wel of geen straf verdient. Iedereen kijkt uit omdat het requisitoor, daarin zal de auditeur militair de vraag moeten beantwoorden of hij de verdachten schuldig acht of niet. En dat is natuurlijk in een strafzaak een zeer cruciaal punt. Maar zover kwam het niet. Al na een half uur was de zitting voorbij. En er is nog geen nieuwe datum gegeven wanneer dit proces verder gaat. En dat requisitoor zal vroeg of laat is het spreekwoord. Nee, laat denk ik niet eens. Het zal vrij vroeg nog dit jaar uitgesproken worden. Want nogmaals, dit hoger beroep verandert aan de juridische stand van zaken niets. Achter de tafel van de Krijgsraad zitten 5 personen. Iedereen heeft een eigen taak. De rechters zitten in het midden. Zij zullen, als ze alles hebben gehoord, een besluit nemen. Schuldig of onschuldig. Op het puntje van de tafel zit de griffier. Zij maakt aantekeningen van wat er allemaal verteld wordt tijdens de rechtszaak en ondersteunt de rechter bij het maken van een vonnis. Aan de andere kant zit de auditeur militair. Hij werkt bij het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie dient een openbaar belang. Maar in dat openbaar belang zijn er natuurlijk deelbelangen. En een van de deelbelangen zijn de belangen van de nabestaanden, slachtoffers of nabestaanden. En het is zeker zo dat het Openbaar Ministerie dat belang ook moet dienen. Maar het Openbaar Ministerie moet ook het belang van de verdachte dienen. Dus het is niet zonder meer gezegd dat het Openbaar Ministerie de kant van de nabestaanden moet kiezen. Ik denk het niet. Ik denk dat het Openbaar Ministerie de belangen van iedereen op de wijze moet dienen zoals de wet dat voorschrijft. Want dat is vooral belangrijk voor de strafvordering, dat alles op de wijze zoals bij wet bepaald plaatsvindt. Op 17 februari komt de Krijgsraad weer bij elkaar, maar deze zitting zal dan ook verdaagd worden. Voor veel nabestaanden die aanwezig waren, was de zitting van vandaag een teleurstelling. Gisteren zaten ze in de Sint-Petrus- en Paulus-basiliek waar gebeden werd voor rechtvaardigheid, vrede, de rechters, slachtoffers, nabestaanden en verdachten. De bisschop had iedereen gevraagd om in het wit gekleed naar de kathedrale basiliek te komen. De zaal was bomvol. Vader Cyril Daal was een van de slachtoffers. Ik vind het belangrijk om hier te zijn, omdat ik ook als nabestaande die rust nodig heb. En ik denk dat we allemaal met z'n allen blij zijn dat er morgen eindelijk een uitspraak komt. Degene die hun bloed hebben gegeven voor mij, dat na 35 jaar lang nu eindelijk gerechtigheid moet komen voor hun die hun bloed hebben laten vloeien voor mij als jongeling en voor het hele land.
niet zeggen dat je in blijde verwachting bent, maar ik ben wel in hoopvolle verwachting. En ik denk dat iets waar Suriname al zoveel jaren op wacht, dat dat nu eindelijk eens in het reine komt en het eindelijk in de openbaarheid komt. Ja, dat hoop ik en dat verwacht ik. Het schijnt dat we nu, na 34 jaar, zo ver zijn dat we met elkaar nu gaan praten over de vrouwelijke problemen. We hebben allemaal dit gebed nodig. We hebben allemaal zo lang ermee gezeten. En nu is het tijd om eindelijk een punt achter te zetten. Pater Cross legde in zijn preek de nadruk op drie woorden. Eerlijkheid, barmhartigheid en recht. Recht wil zeggen dat leugen of bedrog of moord of onrecht niet blijven kunnen bestaan. Dat geweld aandoen aan anderen of mensen uitbuiten voor eigen belang of voordeel nooit onopgemerkt of zonder gevolgen blijven liggen. Waarom? Omdat God zelf de oorsprong en de grondslag is van het recht. Het duister kan eenvoudig niet blijven bestaan naast het licht. Er werd ook gebeden, niet alleen voor de nabestaanden van 8 december, maar ook voor land en volk. Een deel van het gebed was ook speciaal bestemd voor de jongeren van Suriname. Vooral zij die het slachtoffer zijn van seksueel geweld, drugs en criminaliteit. Ook voor hen is er gebeden. Pater Cross zegt dat de tijd is aangebroken om te verzoenen. Want, zegt hij, het gaat om onze toekomst. Uiteindelijk willen we voor ons land als katholieke kerk een bijdrage leveren dat we werkelijk een blijvende goede toekomst kunnen hebben. En daarvoor het gebed, daarvoor ook de bezinning, dus de overweging waarin ik voor mocht gaan. We hopen een bijdrage te leveren omdat wij wezenlijk deel zijn van dit land. We zijn wezenlijk deel van dit volk. We staan niet aan de zijkant, we zijn zelf deel als Surinamers. En er is dus ook echt bij heel veel verdachten, daders, ook een oprecht verlangen om zelf ook hieruit te kunnen komen. Want je draagt meer mee dan je als mens zegt. Dat geldt voor iedereen. Je kunt geen verzoening zonder recht. Je kunt geen recht hebben zonder eerlijkheid. Maar er moet ook barmhartigheid zijn. Want barmhartigheid is het punt wat rekening houdt met het onvolmaakte in de mens. Het onvolmaakte. En ik denk we met elkaar willen we toch ook weer oprecht in liefde leven. De Heer zegt. Slecht nieuws over het milieu. Op de Antarctica is het ijs aan het smelten. Verkiezingen van het jeugdparlement zijn goed verlopen. En ex-president Barack Obama is having the time of his life. Deze berichten vandaag in onze korte nieuwsblok. De oud-president was te gast op het privé-eiland van de Britse topondernemer Richard Branson. Oud-president Barack Obama was 2009 tot 2017 de 44ste president van de Verenigde Staten van Amerika. Tijdens het verblijf daagde Richard Branson Obama uit voor een wedstrijdje kitesurfen. Een sport die Obama deed in zijn jongere jaren toen hij op Hawaii woonde. Obama heeft laten zien dat hij het na zoveel jaar nog steeds kan. De verkiezingen van gisteren zijn goed afgelopen. Ruim 200 kandidaten hebben zich verkiesbaar gesteld voor het Nationaal Jeugdparlement. Uit de verkiezing worden uiteindelijk 29 leden gekozen. Zij worden dan door president Bouterse beëdigd en mogen de komende 3 jaar het jeugdbeleid van Suriname helpen bepalen. De temperatuur van de aarde is in de afgelopen 3 decennia aanzienlijk gestegen. Dit komt door de stijging van broeikasgassen in de lucht. Dat komt door onder andere de uitstoot van fabrieken, auto's en landbouwmachines. Normaal gezien gaat de warmte die door de aarde wordt teruggekaatst, gedeeltelijk door de atmosfeer terug naar de ruimte. Maar door broeikasgassen kan dat haast niet meer. Dan wordt het heel warm op aarde. Dit noemen we het versterkt broeikaseffect. Het gevolg hiervan is dat het ijs op de Noord- en Zuidpool smelt.
Het smelten van het ijs begint met het ontstaan van scheuren in de ijsplaten. Enkele decennia geleden is zo'n scheur in de ijsplaat op het westelijk deel van de Zuidpool ontstaan. Momenteel scheurt de ijsplaat in een tempo van 5 voetbalvelden per dag. Doordat de scheur in de ijsplaat de afgelopen maanden in een hoog tempo is toegenomen, ontstaat er een grote kans dat de ijsplaat in de komende weken zal afbreken. Als de ijsplaat afbreekt, dan is het één van de grootste ijsplaten die ooit is afgebroken. Zo, dat was het voor vanavond. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!